Johannesburg. Maar is... Inzoomen op de slopen. Ver inzoomen. Eronder, eronder. Ja, hij. Nou, dat maar van beeld. Zoom je lach. We zijn inmiddels op de Haarlemmerstraat waar een brand heeft gewoed in een pand. Ik heb hier woordvoerder van de brandweer Holders Midden voor mij. Wat is uw naam? Willem van Delft. En wat is er vannacht hier precies gebeurd? Nou, er is hier een kleine uitslaande brand geweest. Hoe die is begonnen is niet duidelijk nog. Maar in ieder geval zijn daarop zijn twee tankuitspuiten gealarmeerd en een autoladder. En vrij snel al was het vuur al er vanaf. Was het onder controle in die zin dat er geen vlammen meer waren. En we zijn nu de plafonds aan het slopen om te kijken of daar nog wat vuurhaarden tussen zitten. Oké, en in dat pand zit een ijssalon gevestigd. Wat zit daarboven? Daarboven is eigenlijk alleen maar opslagruimte. Het is in ieder geval niet bewoond en er zijn ook sowieso geen mensen aanwezig. Oké, zijn er van omliggende panden nog mensen ontruimd? Ja, de panden links en rechts van de ijssalon die zijn ontruimd. Daar kan rook naartoe trekken, dus om die reden zijn die mensen uit voorzorg even naar buiten gehaald. We hebben dat gecontroleerd en dat lijkt verder ook prima nu onder controle. Oké, die mensen kunnen waarschijnlijk in de loop van de nacht weer terug naar hun pand? Daar ga ik wel vanuit, ja.